Dakar 2017, het Rainbow Truck Team. Het avontuur wat in 2014 begon. En wij gaan natuurlijk in gesprek met de mannen die Dakar rijden en de mannen die Dakar mogelijk maken. Gerrit Wiebering, Gerrit van Werven. Ja, Gerrit van Werven. Het avontuur wat in 2014 begon. Hoe kijk je op die afgelopen 3 jaar terug? Ja, elke dag nog steeds hetzelfde als het begin. Dus ja, je leeft elke keer naartoe en ja, het is gewoon... Dat moet je meemaken, dat kun je niet vertellen, is gewoon een happening. Ja, je komt vanuit het platteland hier en dan die zandwoestijn, toen je dat voor het eerst zag en binnenreed. Hoe kwam dat op je over? Ja, nou, toen wij de eerste keer gingen naar Marokko, toen heb ik gezegd, ja, ik heb er nog geen duinzand. Ja, was duinzand gezien hier in de stuif van de spuitzand, maar geen duinzand. Maar ja, dan kom je daar pas achter en dan maak je het mee en dan kun je er pas doorheen en dan kun je er pas over meepraten. Ja, de eerste rally die jullie reden, ook de bemanning in de cabine, daar zat wel de nodige ervaring ook met Ed Wichman? Ja, nou, Ed heeft bepaalde dingen ons wel op aangestuurd om de ervaring te krijgen om dat wat de dingen te doen. Kijk, op een gegeven moment dan rij je een duin op, dan zit er een muur van 2 meter hoog en hij zegt gas! Nou, dan bedenk ik en dan geef ik gas, dan stuit je erover in en denk ik, hoe kan dat zo? Dat bestaat niet, maar gaat toch. Ja, je bent dan in de Dakar Rally, in het grootste sportevenement ter wereld. Miljoenen mensen die het volgen, alleen in Nederland al 7 miljoen mensen. Besef je dat of zeg je nou, ik rijd dan echt die rally? Nou, kijk, nadat je eerst keer terugkomt, dan hoor je dan natuurlijk heel veel mensen dat die kijken. En dat ze, ja, waar je ook tegenkomt, dan zeg je, hey, ga je gewoon weer of ben je net weer terug? Of, kijk, dat hoor je wel. En dan hoor je ook de mensen wel op de televisie, dat er zoveel mensen naar kijken. En, ja. Dat heb je zelf niet in de gaten als je daar bent. Ja, je was niet alleen, Gerrit Schuurman, ook ondernemer, ondertussen ook sportman geworden. Zijn ervaring het eerste jaar in die truck? Ja, dat was voor hem ook een belevenis. Hij was er wat vaker geweest. Hij wist natuurlijk wat woestijn was en wij niet. Maar voor Gerrit is het ook een hele belevenis geweest. En ook een ontspanning. En kijk, als ik terugkijk nu naar het eerste keer dat we gaan en nu is Gerrit ja, veel ontspannender geworden. Ja, dan komt die tweede keer. Dan is het doel natuurlijk uitrijden en dan gaat het toch even fout. Ja, ik zeg altijd, één moment kan fataal winnen, dat kan binnen een seconde zijn en ja, dan kun je dit ook zien. En ik heb altijd gezegd, ja, overkomt mij niet, maar het overkomt mij ook. En dat is ook een klein beetje misschien door de adrenaline. Je wilt natuurlijk, je waagt iets meer, je wilt iets meer, nadat de eerste keer goed gegaan is. Kijk, en als ik dan weer terugkijk naar de derde keer, heb ik ook wel zulke dingen gedaan en daar gaat het wel goed. Ja, 22e plek in de editie van 2016, natuurlijk een fantastische prestatie voor jullie als team. Uitrijden is het doel. We zijn dan 3 jaar onderweg in die Dakar. Ja, het team is eigenlijk nog steeds groeiende. Ja, kijk, natuurlijk hoe vaker als je gaat, hoe meer als je meemaakt, hoe meer als je daarvan leert ook en ook ervaringen krijgt. En ja, het is gewoon een heel mooi spelletje. Ja, en het moet wel mogelijk zijn, want het kost natuurlijk wel veel centjes. En ja, door de sponsoren wordt ons dat mogelijk gemaakt, zo moet je zien. Ja, de sponsoren, maar ook mannen achter het team, Mark de Haan en Gerrit Wiebering, die heel veel werk verzetten. Ja, Gerrit, je bent destijds benaderd en ook ingestapt in dit avontuur. Ja, als je nu al terugkijkt, dat we toen die tijd hadden gezegd, heel eerlijk, we beginnen er niet aan. Uiteindelijk zijn we er wel aan begonnen voor maximaal 3 jaar. En als je nu terugkijkt, is dit het 4e jaar alweer. En ja, het is eigenlijk een onmisbare ervaring, ook wat Gerrit net vertelde. Je moet het meegemaakt hebben, ook al is het in de organisatie. Er komt heel veel voor kijken. En ja, door de sponsors en het enthousiasme gaan we gewoon weer verder. Ja, wat is het geheim dat jullie al die sponsoren toch ieder jaar weer zo enthousiast krijgen? Ja, daar vragen wij ons ook wel eens af. Want die mensen stoppen er best veel geld in om ons spelletje mogelijk te maken. Maar ik denk dat het een sneeuwbaleffect is. Het ene neemt het andere weer mee. Een stukje gunning en een stukje leveranciers of onderaannemers van Zuurmond maken dit ons allemaal mogelijk. Ja, we staan hier in de decembermaand, de laatste dagen in aftelling richting Dakar. We kunnen ook zeggen dat het team nog groter is geworden, want er is ook een tweede truck inmiddels bij. Ja, dat is heel bijzonder. Dat we hadden verteld 3 jaar gaan we doen. En op het moment dat we zouden gaan stoppen, werd er bekendgemaakt door de hoofdsponsor Zuurmond. Ik heb een auto erbij gekocht. Ja, dan is het natuurlijk niet mogelijk om te zeggen we stoppen. Dus ja, we staan hier aan de 4e editie van Dakar voor ons. En ja, het nieuws wat we nu ook kunnen vertellen, dat we dus na de Dakar Marokko gaan doen met 2 wedstrijdauto's. Marokko, en daar komt ook een servicewagen in de Rainbow Truck kleuren.
Ja, de bedoeling is dat we na eerst Dakar overleven, heel terug zien te komen. Maar de plannen liggen voor Marokko en die is in april. En dan gaan we met 2 wedstrijdauto's, een eigen snelle assistentieauto en een eigen service team in het bivak. Dat is het plan. Ja, we zijn hier vanavond wel op de plek waar heel veel uren worden gemaakt om al dit racen mogelijk te maken, Gerrit. Ja, 2 januari gaat het avontuur beginnen. Hoe heb jij je erop voorbereid? Want men spreekt al misschien over de zwaarste Dakar ooit. Ja, nou kijk, ik bereid me er, ja, toen met de nazoenen bereik ik me wel voor. Ik doe een beetje aan sport, ik train wat en ik doe hardlopen, mijn fitness training. En je moet goed fit zijn, goed eten en drinken. En dat is wel heel belangrijk. Kijk, en elk jaar zeggen ze weer, dit is de zwaarste rally ooit. Nou, ik zeg altijd, we zien wel wat we tegenkomen en we moeten er gewoon mee doen. Al is het zwaar, al moeten we door de modder kruipen, dan doen we dat maar. We willen graag naar de finish. Ja, de truckbezetting is dit jaar wat anders. Klaas Kwakkel zal er deze editie niet bij zijn. Gerrit Zuurman is de navigator, jij bent de rijder en wie stapt nog meer bij jullie in? Ja, Klaas en, die krijgt familieuitbreiding in zijn gezin, dus daar moet hij thuis blijven. Dat is wel jammer voor Klaas, ook wel voor ons natuurlijk. Maar ja, nu is Henk Schuiling, voor een andere jongen is dat ook weer een kans, zeg maar, om weer mee te gaan, om ook die ervaring te delen. Ja, we gaan straks even praten met de mannen die al heel wat uren hier hebben gesleuteld en die ook het avontuur tegemoet gaan. Ja, Gerrit, kunnen wij alles vanuit Dakar straks via jullie weer volgen wat er gaat gebeuren? Ja, alles is in voorbereiding. Televisie RTL7 zijn de maximale minuten georganiseerd. Daarna is het op Facebook volop te volgen. En Rally Maniacs die zal ons elke dag voorzien van tekst en foto's. Daarnaast is het zo dat wij proberen zoveel mogelijk via Dakar Press Team live foto's vanuit de rally elke dag in het bezit te krijgen, zodat het geplaatst kan worden op Facebook. Ja. En wij gaan natuurlijk ook in gesprek met de mannen achter het Dakar-team. De mannen die al heel veel werk hebben verzet om de trucks klaar te maken waarmee in Dakar gereden kan worden. Ja, we gaan eerst naar Klaas toe. Ja, Klaas, het avontuur zit er dit jaar alleen maar hier in de garage in, of niet? Ja, ik ga nou hier zo mijn tijd vullen. Als de andere jongens weg zijn. Ja, je hebt vorig jaar natuurlijk de ervaring gehad in Dakar. En dit jaar natuurlijk een hele blijde gebeurtenis in de familie. Als er nog weer een Dakar komt of Marokko, dan ben je erbij? Zeker. Ja. En is er veel werk verricht ook aan de truck? Deze moet nog een heleboel aangebeuren. En die andere die is weer in topconditie. Ja, het team is dit jaar compleet. 3 mannen die natuurlijk richting Dakar gaan. Mathieu Wensink heeft ervaring. Paul Wolters is de nieuwe man in het team. En Henk Schuiling gaat plaatsnemen in de cabine. Ja, Mathieu, jij was vorig jaar in Dakar en dit jaar weer. Veel sleutelwerk gehad? Ja, elke nacht en een paar uren door. Ja, tussendoor moeten jullie ook nog verplaatsen. Betekent dat voor jullie als monteurs ook weinig slaap? Ja, heel weinig. Je probeert een beetje te slapen in de service trucks. En als je gelukkig hebt, heb je nog 1 of 2 uur slaap voordat de jongens binnenkomen. En dan kunnen wij ons spelletje gaan doen. Ja, hoe heb jij het ervaren om daar te zijn? Ik, ja, bijzonder leuk. Het is natuurlijk wel een unieke kans dat je in een van de grootste sportevenementen ter wereld mag zijn. Ja, absoluut, absoluut. Primeur dit jaar. Paul Wolters, Dakar, Argentinië. Ooit in die landen geweest? Nooit geweest. Dus je gaat een heel eindje van huis af? Ik heb gekeken op Google en ik schrok ervan hoe ver het was. Wat is jouw specialiteit? Weet je alles van de onderdelen van de trucks af? Of is er nog een specialiteit? Dus eigenlijk ben ik meer in de wielen gespecialiseerd dan in de motor? Nou, ik ben meer allround en ik zorg dat de zijn voor de jongens en de dingen die voorkomen. En daar gaan we voor. Ja. Dit jaar een andere rol voor Henk. Henk, jij gaat plaatsnemen in de cabine? Ja, ik ga plaatsnemen in de cabine, ja. En wat zal de rol van jou zijn tussen de beide Gerrits in? Een beetje de auto in de gaten houden, bandenspanning in de gaten houden. Zulke dingen. Ik heb begrepen dat bandenspanning best belangrijk is. Betekent dat je banden harder laat worden, zachter laat worden? Dat gaat allemaal mechanisch? Nee, dat moet je met elke keer bijhouden, bijpompen en aflaten. Het ligt aan de omstandigheden waarin je rijdt. En wij tellen af richting Dakar 2017. En Peter Dort, ook een van de mannen die meegaat, ontbreekt op de presentatie hier vanavond. Maar het team is er klaar voor, Gerrit. Ik zie dat de echte truck is al verscheept. De tweede truck staat hier nog. Ook dat heb je al meegedeeld wat daarmee gaat gebeuren. We wensen jullie natuurlijk en de sponsoren heel veel succes. Ja, we van deze kant af namens het team alle sponsoren, familie en geïnteresseerden hele goede feestdagen wensen en een hele voorspoedig nieuwjaar. Bedankt.